Het is rustig september weer. Het kan best zijn dat veel plaatsen het dagenlang achter elkaar droog houden. Dat heeft te maken met een hoge drukgebied bij ons in de buurt. Het houdt storing op afstand. Deze storing trekt op een gegeven moment wel over. Maar is tegen die tijd dan zo verpieterd dat het ook dan op veel plaatsen nog droog zal blijven. Nou, vandaag overdag de afwisseling van wolkenvelden. Een beetje zon tussendoor. Temperaturen rond normaal. De graad of 19. En misschien een lokale bui. Met name aan zee zou wel her en der een enkel buitje kunnen vallen. Nou, dan zien we dat de wind daarbij uit het noordoosten waait. Het is meestal zwak van kracht. Bij open water af en toe een windkracht 3. En dat zien we ook vanavond en vannacht. Het is wel rustig en dat alles bij een graad of 10 op de thermometer. Af en toe klaart het even wat verder op. Dan zou het misschien nog iets verder kunnen afkoelen. En ook vannacht zien we dat er hooguit lokaal, met name aan zee, nog misschien een bui zou kunnen vallen. De wind houdt zich ook komende nacht gedijst. En als we dan kijken naar de komende dagen is er eigenlijk maar weinig verandering. We houden die mix vast van wolkenvelden en een beetje zon. Misschien dinsdag nog een enkel buitje, met name aan zee. Woensdag en donderdag wat meer ruimte voor de zon. Dan trekt dat koufront over. Het levert misschien een bui op in de nacht na donderdag. En vrijdagochtend. En ja, die temperaturen blijven gewoon steken op temperaturen rond normaal met een graad of 19.